Onder leiding van Angela Groothuizen start Schiphol op 7 maart met De Uitdaging. In dit unieke project werken zo'n 400 medewerkers van de afdeling Asset Management en hun nieuwe contractpartners 3 dagen lang als vrijwilliger. De uitdaging is dat Schiphol met al haar nieuwe partners in 3 dagen tijd deze manege, dat is een vereniging, de Prins Willem-Alexander Vereniging, helpt met al het onderhoud wat na 25 jaar echt wel nodig is. Wij gaan vanaf 1 april met een aantal nieuwe partners op het gebied van beheer en onderhoud en modificaties en nieuwbouw voor Schiphol van start. Het zijn een groot aantal nieuwe bedrijven, met allemaal nieuwe mensen. En als goede voorbereiding daarop willen wij samen met deze partners iets doen voor een ander. De Prins Willem-Alexander Manege in Amsterdam Zuidoost is speciaal gericht op kinderen en volwassenen met een handicap. En waarom ben je dit gaan doen? Omdat je dan op een paard zit en dan rijdt. En dan moet je allemaal dingen doen en die kan je allemaal leren. En als je groot bent, kan je dat ook doen. Alleen in een wedstrijd. Dus je ruimt altijd zelf op na het rijden? Ja. Vind je het leuk? Ja. En dat doe je helemaal alleen? Ja. Goed hoor. Ja. Ja, ik denk dat het een heel belangrijk onderdeel is. Zeker met mensen die een beperking hebben. Op het moment dat zij op een paard zitten en normaal hebben ze moeite met lopen. Ja, dan neemt een paard dat soort functies over. Mensen met autisme die heel erg op zichzelf zijn en dan ineens heel erg open gaan. Op het moment dat zij in contact met een paard zijn en aan het paardrijden zijn. Ja, ik denk dat we gewoon een hele belangrijke sociaal-maatschappelijke functie voor mensen met een beperking hier zijn. Ben je blij? Ja! De manege draait op de inzet van vrijwilligers. En geld om te renoveren of om uit te breiden is er nauwelijks. Het samenwerkingsproject van Schiphol komt dan ook als geroepen. De buitenbak wordt vernieuwd, al het zand is afgevoerd. Er komt nieuw zand in wat meer veert. De binnenbak is ook helemaal leeggehaald. De sprinklerinstallatie wordt vernieuwd. De kantine wordt helemaal, dat is allemaal hout, allemaal schrootjes, wordt allemaal wit geschilderd. Elke dag zijn ruim 100 medewerkers op de manege aan het werk. Hierdoor wordt ook meteen duidelijk hoe de samenwerking tussen de verschillende partijen verloopt. Ik ben op het ogenblik bezig om de radiatoren te schuren en daarna schoon te maken. Intensieve klus, dus ook op microniveau blijkt. En het is gezellig, de sfeer is goed. Als ik het goed begrepen heb, is dit achterbergzand en het achterbergzand dat gaan wij leggen in die bak, zodat de paarden goed kunnen lopen. Wat ben je nu aan het doen? Ik ben de koetshuis aan het schilderen. Je hebt een schilderbeurt nodig. En daar zijn we aan begonnen. Hoe gaat het? Ja, gaat lekker. Gaat heel goed, ja. Het is wel even anders dan normaal. Het is wel even aanpoten. Hoe gaat de samenwerking met je collega's? Met de collega's gaat het gewoon hartstikke goed. Ja. Veel lol en hier en daar wat grapjes. Ja, volgens mij gaat het heel goed. Je ziet allemaal verschillende hesjes en mensen die goed samenwerken. Het is gezellig, het is leuk, ontzettend belangrijk. Dus het belooft veel goeds voor de komende samenwerking. Enorm veel goeds voor de komende samenwerking. Na 3 dagen van noeste arbeid is het zover. De metamorfose van de manege is klaar. 3, 2, 1. Over de camera, hoppa! Ja! Ja! Oh, wat loopt dit zacht. Ik zou zeggen, het is een 10. Absoluut. Goede samenwerking, fantastische doelen bereikt. En het allerbelangrijkste, tevreden mensen hier van de manege. Dit hadden wij gewoon echt nooit voor elkaar gekregen. De mankracht, het materiaal, de mensen. Zo'n onwijs goed geoliede machine. Ja, wij zijn goed met paarden en goed met mensen. Maar dus dit is geweldig, ja. Ik vind het super gaaf. Ik ben hier ooit als 7-jarig jochie begonnen. En dat dan na zoveel jaar waar ik nu ben, waar ik hier ooit begonnen ben. En dan voor mijn oude club, zeg maar, want het toch voelt een beetje als mijn oude club. Ja, vind ik het heel mooi dat Schiphol zo'n mooi project doet met al hun medemensen. Maar het voelde wel heel gaaf. Het is net een Olympische bodem zo. Het is echt hartstikke mooi, zo mooi wit. Ja, echt